Goedemorgen allemaal. We zijn op enkele minuten gekomen van de eerste wedstrijd en u heeft misschien al gehoord dat er niet te veel muziek uit de boksen komt. Wel, daar is helaas wel een reden voor. En Jan, de medeorganisator hier, heeft iets op papier geschreven en heeft gevraagd om 1 minuut stilte te houden voor de wedstrijd van de dikke banden en voor de wedstrijd van de Kids Challenge. En het is zo dat er van de week, vorige week, zondag, een tragisch verkeersongeval hier vlakbij zich heeft voorgedaan met daar het overlijden van een meisje, Alissa. En daarom zouden we de vragen van 1 minuut stilte ongeveer toch wel in acht te nemen. Voor een
een richtgetal te geven. We hebben twee leiders ondertussen. En nog steeds Mats Teunissen. Nog twee ronden, Mats. Samen met zijn metgezel Michiel Gerits. Zij zijn samen op pad. Niet zo ver daarachter, een metertje of 20, maar die kan wel de brug maken, laten we zeggen. Dat is Kian Taans, ook voor hem. Gelden afsteken naar die koprol kunnen rijden. Nog hier vooraan is het Matthias Hannes. En een metertje of 10 daarachter. Wel, daar zit Joren van Vlierbergen. Ook voor deze twee renners. En dan de man die dat daar straks even kwijt was, maar hier zich mee toch wel van voor te kunnen dichten. In die twee ronden die dat er nog moeten gereden worden. En dat geldt eveneens hier voor Bjarne Volders. En de rest van deelnemers ook wel, dat biedt zich aan. Met ook Jasper Janssen. Met Arthur Janssen. En dan krijgen we Cedric Lens met zijn metgezel. Nog twee ronden, Cedric. En ook twee rondjes voor Tijn Gijbrechts. Het blad van de commissarissen. En dat is onder andere, even kijken, Wout op de weg. Ook voor Wout. Dat de rode lantaarn voorlopig is weggelegd voor Jan-Nick Wouters. Dat wil zeggen dat de leidersteutjes aan daar moet gaan komen. Maar hier krijgen we nog Wout bij ons. Ook nog twee ronden Wout blijven. Daar in de bocht, wel, daar gaan we over enkele ogenblikken stilstaan. Ik wil zeggen, nog één ronde te gaan. En we twee, eentje in het wit en eentje in het blauw. En het is nog steeds Mats Teunissen op één ronde. Laatste ronde. De knuppel in het 100 gooien en dan niet zoveel daarachter. De laatste ronde ook voor Matthias Hannes en Kian Taans. Ze zijn waarnemer van Bastief Steenvaart. Ja, we hebben deze morgen ook gehoord op de radio hier een bel te krijgen aan de aankomst
En ja, Jaro Vaas hier nog steeds in achtervolging. En het is precies toch wel koud, inderdaad, omdat we daarheen kwamen, 4 graden. Dat zie je ook aan de renners, die dat hun vingers en hun handen toch wel wat aan bewegen zijn. Af en toe aan het kloppen op het stuur om die bloedsomloop te laten verlopen. Laatste ronde ook voor deze 3. En het warm rijden en het warm fietsen. En als je warm hebt, zoek dan die warm op. De volgende die de laatste ronde ingaat, dat is stilzaam toch gaan verzamelen om de verkenningsronde ook aan te vangen. Dus een oproep aan het asfaltgedeelte alvast warm rijden en wij gaan hier naar de ontknoping van deze eerste wedstrijd. En dan gaan we eens kijken of dat we Richard als eerste hier zien komen op een geel. Oh, die toch wel een samenspraak geweest. En dit is inderdaad de man die dat in achtervolging is. Einde wedstrijd, dus een overwinning hier voor Smelting geweest. En het is inderdaad de man die dat in achtervolging is. Einde wedstrijd, dus een overwinning hier voor Matthias Hannes. We hebben het over een paar minuten nog gezet. Dus de winnaar van vandaag is Matthias Hannes. En je ziet hem maar heel. Je ziet hem maar heel de wedstrijd aan kop gereden. Mats Steunissen op een tweede plaats. En derde plaats Michiel Gerits. En dat gaat niet duren. Voilà. Ondertussen gaan we richting een vijfde plaats, inderdaad. Richting een vijfde plaats, inderdaad. Een vijfde plaats in deze reeks voor Joren van Vlieren. Dank dat hij een vraag had gesteld waarop ik dadelijk op ga terugkomen. Slekers reinig lieve dringend te komen. En hier einde wedstrijd voor Jaro Vaas. Slekers reinig lieve dringend te komen. En hier einde wedstrijd voor Jaro Vaas. Voor Jasper Janssen. En dan de derde man in het zwart. Hier is Arthur Janssen uit Peer. En dan nog binnen die top 10 op een negende plaats zien we daar de volgende Merksplas. Dat is de richting de Noorderkempen, de provincie Antwerpen. En dat zien we daar de volgende renner, we hebben de nummer 31 en dat is vandaag toegewijst aan Tijn Gijbrechts uit Merksplas. Dat is de richting de Noorderkempen, de provincie Antwerpen. En de top 10 vandaag, Bjarne Volders. En ook Volders. En ook einde wedstrijd voor Cedric Lens. En dan krijgen we nog Wout op de weg voor een 12e plaats. Voilà, en ik denk dat we dan einde wedstrijd krijgen, dat alle renners binnen zijn, met daarbij ook Yannick Wouters. Goed jongen! En ook daar denk ik de organisator op nummer 2. De man die rondelang aan de leiding heeft gereden, maar uiteindelijk toch zijn duimen heeft moeten neerleggen. Dames en heren, applaus voor Mats Steunissen. En dan de man die dat dadelijk op het hoogste schavotje mag plaatsnemen. We worden eerst nog de geschenken voor Mats Steunissen. En aan iedereen hartelijk dank om naar hier te komen in kleine Progelden. Dan gaan we nu het moment van glorie meemaken op het hoogste schavotje, dames en heren. Matthias Hannes. En ook de rest,
geschenk overhandigd. Een prachtige medaille. En dan nog een tasje waar dat van alles en nog wat in zit. En dan gaan we natuurlijk vragen aan de podiummissen om even op het podium desnoods te staan. Zodat dat de fotografen hier een plaatje komt. Misschien voilà, de fotografen mogen hun ding doen. En die armen mogen hoog in de lucht gestouwen. Om niet op zijn gedachtegang in ons achterhoofd. Dat iedereen die daar is roepen. Natuurlijk is heel leuk te zien de rest erbij. En dan roepen we ook naar het podium. Kian Taans. Kian, als de nummers 1, 2 en 3 blijven op het podium. En dan Kian Taans, die krijgt ook nog een geschenk overhandigd. Dan een vijfde plek voor Joren van Vliegenbergen, dames en heren. Joren van Vliegenbergen, ook hij mag naar het podium komen. Onder het applaus, alsjeblieft. Voilà, daar komt een vliegenstuk aangelopen. De man in het zwart en het oranje, Joren van Vliegenbergen. Dan de man die dat even kwijt was in de openingsfase voor de verkenningsronde, dames en heren. Ook op de zesde plaats, Jaro Vaas. Jaro, als jij er bent, jij mag ook voilà, naar het podium komen. En op het podium, dat speelt allemaal geen rol. Dan krijgen we ook Jasper Janssen. Jasper Janssen, jij mag ook mee op het podium dadelijk. En dan krijgen we ook Arthur Janssen. Maar dat is dan met ES blijkbaar geschreven. Dat is het verschil tussen de beiden. Dat bij Gijsbrechts. Op de negende. Voilà. En dan het volgende in het rijtje. Cedric Lens. Cedric, kom er ook maar bij. Dus ik ben daar gekropen. En dan gaan we jullie dadelijk allemaal op dat podium zetten. Want dat mag allemaal. En dan krijgen we Yannick Wouters. Yannick, voilà, die komt ook tussen de nadaars richting het podium. En dan tenslotte, dames en heren, sluiten we af onder een begeleidend applaus voor dit prachtig gezelschap, Wout Veijens. Voilà, allemaal hartelijk dank om naar hier te komen. En als het kan voor de fotografen gaan we met z'n allemaal de armen in de lucht nemen. Dat we allemaal in de zijn. En dan mogen de fotografen alvast hun plaats nemen. Ondertussen zijn we boven op het volgende uitslag.